Ja, het zeker liever in die kappa gestapt, Nick. Ja, ik vind het wel een hele leuke auto. Ja. Ik heb hem een keer gereden voor een youngtimer verhaal. In precies dezelfde kleur trouwens. Maar uiteindelijk heeft hij mijn hart niet gestolen hoor. Ik vind hem. Ik zit er niet zo best in. Gewoon. Ja, ik vind hem leuk omdat hij apart is, maar hij klopt eigenlijk voor geen meter die auto. Nee, dat klopt ja. Nee, maar wat vind je hiervan? Is het ook niet onaardig? Nee, de XE, ik moest toen ik hem. Het is eigenlijk vandaag dat ik hem voor het eerst in het echt zie. En ik had de eerste foto's gezien. Toen dacht ik van nou ja, het is wel een beetje een middle of the road auto. Maar zo in de flash vind ik het toch echt wel een hele vette auto hoor. Dat, ja, hij is stiekem wel gaaf, hè? Ja, zeker wel. Nou, we hebben een diesel met handbak. Ja, wanneer kom je dat nog tegen? In dit segment? Ja. Nee, ik heb een paar maanden geleden heb ik die voorintroductie gedaan. Toen met een prototype. Ja. En toen dacht ik al van zo, dit is best een hele goede auto. En nu, dit is het definitieve productiemodel. En ik moet zeggen, ik vind het nog steeds een hele fijne auto. Ja, dus ja. Ja, het is nu te hopen dat de koper hem ook weet te vinden. Ja. Want aan de auto zal het niet liggen. Nee. We zijn hier even door zijn natuurlijke habitat aan het rijden. Door Amsterdam-Zuid. Even kijken of we een beetje kijkcijfers scoren met het ding. Ja, hallo. Jullie staan naar een hele grote... Ja, nou, wat is het? Mickey Mouse-achtige figuur te kijken. Dat moet ook gebeuren. Oh, Arts-Zuid. Daar zijn we. Ja. Maar nee, XE, Frank heeft hem in een test. Dus binnenkort lees, hoor en zie je meer daarover. Ja, wat had hij nou? Een 4-serie en een C-klasse, toch? Ja, een 4-serie Grand Coupé. Ja. Ja, dat past er wel een beetje bij, een C-klasse. Dus ja, ik ben wel benieuwd naar dat verhaal. Ja, ja. Ja, het was sowieso over het D-segment auto's gesproken. Het was natuurlijk de week van de Renault Talisman, hè? Ja. Daar ben je ook geweest. Daar ben ik ook geweest. Ja. Ik kom nog eens ergens. Ja, ja en die auto die heeft een hoop losgemaakt bij onze kijkers en onze lezers. En vooral positieve reacties. Ja, dat had ik van tevoren niet verwacht. Want ik dacht echt van zo'n Talisman dat het een nauwelijks verbouwde Samsung zou zijn. Een soort van Koleos Revisited. Ja. Maar dat is helemaal niet het geval. En hij viel mij 100% mee. En ik vond het ook dat het zeg maar, op autoweek.nl het publiek nou was uitzinnig. Ja, bijna wel inderdaad. Nee, ja. Dat had ik inderdaad ook niet verwacht. Nee. En nou, ik had het er van de week nog over met Roy in het journaal. Die vroeg ook van, wat vind je ervan? En toen zei ik ook van, ja, het is een keurige auto. Het is precies de auto die Renault moest bouwen. Ja. Niet te frivol, maar ook niet te algemeen. Nee. En net als met die XE, daar geldt natuurlijk ook voor. Ja, zie mensen maar wel even uit hun vertrouwde merken te krijgen. Ja, BMW's, Audi's. Hè, dat, ja, Passats. En ik ga een Talisman rijden. Een wat? Ja, ja. Nou dat vind ik dus... Waarom heet dat ding Talisman? Dat is, een Talisman neem je mee als je niet zo'n vertrouwen hebt op de goede afloop, toch? Dan heb je een Talisman nodig. Nou ja, een beetje geluk kunnen ze natuurlijk wel gebruiken bij Renault. Want laten we wel wezen, de Laguna 2, dat was niet de beste Renault aller tijden. Nee. En die volgt hij natuurlijk feitelijk een beetje op. Nee, volgens mij de Laguna 3 volgt hij op. Ja, oké. Okay, ja. Maar de Laguna in zijn algemeenheid. Ja, ja. Okay, ja, en het verhaal is nu natuurlijk van ja, we hebben hem een andere naam gegeven. Want het is een totaal andere auto. Ja. Lees, we willen niks meer met die Laguna te maken hebben eigenlijk. En de Talisman, die hadden ze al. In Korea of in China. Ja. Inderdaad, je hebt die Samsung waar jij het over had, die SM7, die heet dan daar weer Renault Talisman. Het is in ieder geval een naam die blijft hangen. Ja, dat zeker ja. Beter ja. dan SM7 ja, of, zo, of, ja. of zo'n soort term. Ja. Maar wat ik dus wel heel leuk vind, is die opleving van het D-segment. Ja, of het toeval is of niet, dat toevallig een paar merken tegelijkertijd hun D-segmenten hebben gelanceerd. Ja. Alfa. Dat was natuurlijk ook nog wel even iets. Audi A4. Audi A4 en dan nu die Talisman. En ja, ik vind het D-segment persoonlijk vind ik het leukste segment dat er is. Gewoon een oldschool sedan. Lekker veel ruimte. Ik heb zelf, ik ben ooit begonnen in een Lancia Thema. Nou, D-segment. D-segment, vierkant en Alcantara erin. Ja. Maar ja, dat vind ik gewoon leuke auto's. Ik heb nu ook ik heb die Alfa 90, dat is een sedan. Ik heb die Malibu, dat is een sedan. Ja, ja, oké. Okay. Je bent geen kofferbakken. Nou ja, aan de andere kant rijd ik ook weer een 156 Sportwagen. Ja. Maar vooruit.
Nou, wat vind jij van het D-segment? Ja, ik vind het ook wel. Ik ben erg blij dat er eindelijk weer eens een keer wat gebeurt. En ik heb het idee dat de fabrikanten een beetje de crisis hebben afgewacht. En van tevoren is bepaald dat die in 2015 was afgelopen. En dus ze hebben het allemaal een beetje bewaard, weet je wel. Alfa die heeft natuurlijk jaren zonder grote auto gezeten. Ja. Nou, Jaguar heeft ook maar eventjes gewacht. Nu wordt het tijd om iedereen weer uit zijn SUV en crossover te krijgen. Om weer in een normale sedan te gaan rijden, denk ik. Ja. Als uit autoliefhebberij vind ik gewoon een normale sedan of stationwagen zie ik veel liever dan als een geforceerde crossover. Allemaal van die trambaancrossers. Dat heb je niet zoveel mee. Nee, ik heb er niet zoveel mee. Nee. Nou ja, over gekke modelletjes gesproken. Van de week was in het nieuws dat Mercedes waarschijnlijk geen opvolger van de CLS Shooting Brake meer gaat bouwen. Ja. Want de bonentellers die hebben bepaald van ja, hartstikke leuk, maar we verkopen er geen wieldop van. Nee. Dus misschien moesten ze daar maar mee ophouden. Ja, nou, daar ben ik het van harte mee eens. Oké, nou ik niet. Want, waarom zou je een CLS Shooting Brake kiezen boven een gewone, normale, klassieke oude T-Benz, een E-klasse stationwagen? Nou ja, omdat iedereen daar al in rijdt. Omdat je misschien eens een keer even iets apart wil. Je wilt Mercedes rijden, maar niet inderdaad een auto die je overal al ziet. Dus bouwen ze nog eens iets geks, zoals een Shooting Brake van een auto die van zichzelf al gek is. Ja. Ja, ik vind dat wel leuk, want anders rijdt straks iedereen in dezelfde eenheidsworst, toch? Er moeten toch wel af en toe even modellen zijn die er net even nog bovenuit steken. Ja, ik eerst een pleidooi houden voor klassieke sedan en nu zeggen van ja, ik hou niet van eenheidsworst. Dat, volgens mij gaat er iets niet goed hier. Shit, nu heb je mijn klem, Niek. Ja. Nee, ja, maar ik hou van variëteit in het wagenpark. Ja, okay, en dat ik dan zelf toevallig in een sedan rijd, wil niet zeggen dat ik geen waardering heb voor iets anders. Ja, dat zo. Is ook zo. Ja, oké. Hey, kijk. Over 504, Niek. Ja, is dat D-segment of E-segment? Ik vind dit D-segment. Ja? Ja, misschien was het destijds wel een beetje richting E-segment. Ja. Maar neem niet weg dat die gewoon leuk is. Nee. Hey Niek, je had nog een lezersvraag. Ja, en een moeilijke ook. Het gebruik van de juiste terminologie voor een BMW automobiel. Met de uitdrukkelijke nadruk op automobiel. Voor zover mijn kennis reikt, is een BMW motorfiets in de volksmond een Beamer. Maar mag je ook een automobiel uit München zo aanspreken? Ja, er is een behoorlijke discussie gaande van wat is een Bimmer? B-I-M-M-E-R. Ja. En wat is een Beamer? B-E-E-M-E-R. Ja. En ik ben er even ingedoken. En de conclusie is eigenlijk, er is geen sluitend antwoord op. Nou, opgelost. Nee, volgens mij is het zo dat mensen roepen inderdaad, ja, van een Beamer is oorspronkelijk dat stamt van de motorfietsen af. Ja. En een Bimmer, dat is bedoeld om de auto's aan te duiden. Okay. En je hebt in Duitsland ook een website, die heet Bimmerpost. Ja, volgens mij ook in Nederland trouwens. Ja, volgens mij is het ook een NL-versie. Nou, in ieder geval, dat zijn BMW autojongens, dus die zullen er dan wel verstand van hebben. Ja. Nou, die noemen ze zelf Bimmer. Ja. Maar ja, je zegt niet van, hey, kijk, wat een gave Bimmer. Nee. Je hebt het over een Beamer. Ja. En niet met EA, want dat is zo'n ding wat aan de band hangt en projecteert. Ja, dus met twee E's. Maar dus wij hebben thuis een BMW automobiel. Ja. En, die wordt aangeduid als Beamer. Ja. Van, hey vrouw, zit er nog benzine in de Beamer? Als je die meeneemt. Maar inderdaad, als ik ga kijken van, er brandt een lampje. Of als je daar duwt, dan piept die daar. Dan ga ik inderdaad naar Bimmerpost. Ja. Om te kijken waar het aan ligt. Kortom, we zijn er niet uit. Nee. Dus heb jij misschien het verlossende antwoord? En enlighten us. Ja. Want wij weten het niet. Stuur je mailtje naar autoweek@autoweek.nl. En vermeld ook de bron erbij. Ja. En niet of je het zelf hebt verzonnen. Precies. Hey Niek, we rijden nu zo'n
een tijdje door Amsterdam heen, maar ik moet zeggen, het valt mij vies tegen hoe... Hoe weinig bekijkt je met deze splinternieuwe Jack hebt. Ja, nou ja, weet je, we zijn nou toch, we rijden zo'n beetje bij Art Zuid hier zo. Misschien moeten we het gewoon een beetje forceren. Ja, laten we dat maar doen dan. We jensen hem gewoon tussen de beelden. Want voor ons is dit pure kunst. Nou, vind ik van wel. Hij is nu even aan het uitleggen. Daar zien jullie de Jaguar XE staan. Ja, dat is nieuw. Dat is nieuw. Dus het laatste meesterwerk van Ian Callum. Ian Callum. Ja. Dit keer uitgevoerd in het donkerblauw. In het donkerblauw. En zie je dat lijnenspel. Wat dan overeenkomt met... Kijk wat die kunstenaar denk ik ook heeft bedoeld. Met die drie personen waarvan die rechter een beetje naar beneden kijkt. Ja. Ik voel dat. Jij ook? Ja, die compositie die zie je erin door, ja. Dat weerkaatst daar toch weer in terug. Ja, dat wou ik net zeggen. Ja. Ja, je ziet er elke dag wat anders in. Ja, je ziet steeds weer wat nieuws. Ja. Dat is zo mooi. Als je hier zit, wordt het een heel ander object dan als je daar gaat staan. Ja. Ja, fascinerend, hè, lijkt het. Fascinerend. Het is heel bijzonder hoe kijk, dat ook, kijk ook al die mensen die dat ook zien. Iedereen vindt het schitterend. Kijk, die meneer in de veegauto. Ja, die heeft er ook voor. Ja, die rijdt zo de stoep op uit pure verbazing. Ja.